De beste tip dat ik kan geven aan mensen om te schrijven is op hun stoel blijven zitten. Dat is, en zeker in deze tijden, moeilijker en moeilijker aan het worden. Ik gaf altijd, toen was er nog mijn modems, ik gaf altijd mijn modem mee met mijn vrouw naar haar werk. Ik sloot mij volledig af van de wereld, ik werkte heel vaak 's nachts. Maar de truc is blijven zitten en je niet laten afleiden en zorgen dat je niet in trance geraakt, maar dat je wel helemaal in je verhaal zit, dat je helemaal afsluit van de wereld. Het is wat Mark Didde, ik las het ergens, zitvlees moeten. Ja, dat is echt. Je moet gewoon blijven zitten op je stoel. Dat is het eigenlijk. Het is niet iets wat geld kost. Dus je moet niet in een café zitten zeuren. Ik zou graag een roman schrijven, ik zou graag een scenario schrijven. Of gedichten. Je moet een bik kopen en een stuk papier en je doet het. Films maken is duur, excuseer, maar scenario schrijven niet. Daar moet je niet veel voor hebben. Dus verstop je niet achter dat soort argumenten. Zeg niet, had ik maar tijd of zo. Nee, je kunt tijd maken. Dus dat is mijn gouden tip. Creatief schrijven is fantastisch, maar er zit maar één manier om te doen. Dat is het doen, gaan zitten en doen. Sommige mensen doen dat niet graag, zitten niet graag aan een tafel. Ja, dan is schrijven het verkeerde beroep. Je moet dat gewoon graag doen. En dan is dat plezierig. Voilà, is dat? Iedereen twijfelt. Iedereen die schrijft vraagt zich soms af, ben ik goed bezig? Maar ik denk, het blijft zo belangrijk om te luisteren naar, zit het wel goed in de zin van, heb ik plezier in wat ik aan het schrijven ben? En vind ik het niet saai? En dat is echt een heel belangrijke stem. Dus luister daarnaar. En het is een stem die je kunt ontwikkelen. Want in het begin vind je niks goed. Of vind je alles goed. En dat klopt dus ook niet, want we zijn niet perfect in niks. Dus luister heel goed naar wat er van binnenin zit en wat eruit moet. En eigenlijk is dat de enige raad die ik iedereen kan geven. Ik geef ze mezelf ook elke dag. Poëzie is kort, is een korte tekst. Dus elk woord is belangrijk. En wees streng voor jezelf. Dat doe ik ook. Ik ben heel streng voor mezelf. Dus ik laat moeilijk een gedicht los. Maar als je door het voortdurend te herlezen, als je gedicht al maar schaaft en polijst, dat is wat volgens mij een dichter moet doen, opnieuw lezen en schaven. Als je al lezende bemerkt dat er nog zwakke plekken in zit, dan moet je die zeker gaan aanpakken en verbeteren, want de lezer zal het ook merken. Ik denk, want ik geef wel vaak workshops creatief schrijven en ik denk dat de woorden die ik het meest dan toch gebruik is precies en specifiek. Dus het tegenovergestelde van het vage. Dus mensen hebben vaak de neiging om een beetje bla bla bla. En dan wordt dat heel, de tekst wordt heel dun en wazig en vaag. En dan als lezer verlies je ook je aandacht. Hè? Dus je gaat als lezer meer een band hebben met die tekst. Je gaat geprikkeld worden door die tekst als dat heel precies en specifiek is. Dat is volgens mij de kunst. Maar ik denk dat je een beetje autistisch moet zijn. Een beetje asociaal ook. En ik denk dat is een houding in het leven, hè, schrijven. Dus dat is een manier van leven. Dus ik denk dat je daarmee moet beginnen. Veel observeren, stelen, veel kijken. En je eigen fantasmen en obsessies goed onderhouden. Heel vaak hoor ik van mensen die schrijven dat ze met een idee rondlopen en dat ze alleen niet goed weten hoe ze er moeten aan beginnen aan zo'n verhaal. En dan is de tip die ik altijd geef, en die zal ik ook straks in de workshop geven, is om met je slot te beginnen. Als je weet waar je moet op uitkomen, dan is het ook veel makkelijker om te beginnen. Dat is het. Wel, ik ben eigenlijk afgesloten met een zeer ruime schrijftip, meer een levenslessen misschien. En dat was, wees een strenge megalomaan. Ik denk dat de enige manier is om schrijver te zijn, ja. Ja, wat ik heel belangrijk vond en wat ik ook in de workshop gezegd heb, is dat de mensen heel zintuigelijk moeten schrijven. En dat ze eigenlijk hun emoties in de subtekst moeten stoppen, onder de tekst. En niet open en bloot in de tekst zetten, want dat jaagt lezers weg. Ja, ik heb eigenlijk jarenlang de tip gevolgd die schrijvers geven, hè. Dat is, ga in een lege kamer achter een leeg blad papier zitten en wacht tot er iets opkomt. En ik heb daardoor vooral ontdekt dat er twee soorten schrijvers zijn. Er zijn er die dat kunnen en er zijn er die gek worden van die lege kamer. En ik ben er dus zo eentje. Ik ga altijd op café schrijven.
enfin, in koffiehuizen. Er zijn schrijvers die lawaai nodig hebben en achtergrond en afleiding en inspiratie. En er zijn er die dat leeg blad nodig hebben. Dus dat is een heel technische tip, maar vis gewoon uit of je een leeg bladschrijver bent of een schrijver die ergens naartoe moet gaan en in het leven moet staan. Want die zijn er ook. Dat was het. Wel, drink met mate. Drink eigenlijk, ja, een klein beetje zo, niet veel. En roken is ook een goede schrijftip. Ken je doelgroep door en door. En nog een kleine tweede tip. Het groene boekje moet naast uw computer staan. Mijn tip, mijn motto is schrijven is overhouden. Dus hou alle woorden over waar je van houdt. Hou al je darlings en zorg dat het, alles wat je rond je darlings zet, ervoor zorgt dat je darlings kunnen blijven staan. Blijf zitten. Wat er ook gebeurt, ook als het niet gaat, vooral als het niet gaat, blijven zitten. Inspiratie bestaat niet. Je moet gewoon tikken en dan komt het vanzelf.